zien het goed. Toen had ik Beauty ook bij me. Ja. Ja, een hele goede morgen allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karin en Roderick. Roderick en Karin, ja, dat zijn wij. Het is vandaag alweer donderdag 27 mei 2021. En het is 11:30 geweest. Dat betekent dat ik mijn hondjes ga uitlaten. Dus ik neem jullie gezellig mee en ik ga Roderick zo meteen even bellen. Yay! Heel veel kijkplezier. Nou, ik kom weer net even van de voetsbank af. Wie rijdt er achter mij? Mijn mannetje, mijn man. Ja, die rijdt gezellig achter me. Op de bicyclette. Yes. Ja, dat. Ja. Op de bicyclette, ja. Dit is gewoon een fiets. Ja, nou, dat is een bicyclette. Ja. Ja. Wist je dat dan niet? Nee. Ja. Dus nu wel. Hè? Huh? Is toch iets anders? Nee. Een oude model. Een bicyclette is gewoon een fiets. Maar dit is niet een gewone fiets. Ja, nou en? Dus? Het is ook geen gewone bicyclette. Nee, dus precies dat. Nee, maar mijn voedselpakket heb ik daar weer in. Twee tassen en nog ook iets voor Ro. Maar ik had al gisteren gezegd dat ik dus wel de normale voedselpakket zou blijven delen. De dierenvoedselpakket, nou dat laat ik even van jullie over. Of jullie dat willen. Maar nu gaan we lekker naar even naar huis. Even uitpakken. En ik moet nog wat hebben voor mijn dotting. En voor op de stenen. Dus we moeten sowieso even nog even naar de Xenos. Ja, naar de Xenos. We moeten sowieso dus even naar het grootste winkelcentrum van Nederland. Van Europa, weet ik veel wat het is. Geen idee. Maar wel en wel dus. Westfield Mall of the Netherlands. Maar eerst gaan we naar huis. Eerst ga ik even uitpakken en het eindje laten zien. Oké, dit is alweer de voedselpakket voor deze week. Ik heb hier bolletjes. Ik heb hier reuze mueslibollen. En ik heb hier krentenbollen onder. Ik heb familiesaus, water, Alpro cooking rice. Drop, nou ja, dit, dat. Melk, dat is, mag ik niet hebben. Die ook niet, want daar word ik ziek van deze beide. Die hebben we weer hamburgertjes, ricola of zo, sla. Sinaasappels volgens mij, mondkapje krijgen we zomaar. Hè? Kijk, even gelijk een sluipreclame maken, helemaal goed. Twee keer broccoli, sla, aardappeltjes. Twee keer een limoen en een citroen en rode uien. Rode uien, ja hoor. Vier rode uien, hè. Deze is ook voor rood, dus mooi, helemaal goed. Ja, weet je wat ik ook nu net tegenkom? Dat is een hele leuke bril trouwens hoor. Echt, dat is een hele leuke grappige bril. Kijk. Dus ja, moet kunnen. Af en toe, gek doen, moet kunnen. Ja hoor, vind ik helemaal nerig. Nou, we zijn dus even bij de Zulu. Dus ja, dus dat. Nou, we gaan even verder kijken. Komt goed. Ja. Zo. Dit is weer makkelijker en dit is beter en weet ik veel wat. Nog een meer. Het is min 2. Hier zal het uitgaan. Oh, lekker frisse lucht hier. Heerlijk. Ja. We zitten zo in. Yes. Correcto mundo. Ik zou rechtdoor gaan, want dan kun je oversteken. Dan kun je namelijk oversteken, dan kun je weer die kant op. Kruisje vrijhouden, dankjewel. Ja, echt hè? Gewoon lekker kruising vrijhouden, .nl. Als ik daarnaast van ging staan, zou ze dat ook leuk vinden. Nou, ik denk het niet. Je zou rechtdoor rijden. Ja, je mag. Kijk, oh, daar is een weg. Ja, maar helaas. Hier heen. Kijk. Zo. Oké, dat is goed. En.
goed. Hola! Zo! Je moet even naar links, stel dat niet kan. Nee. En ook geen voorrang heeft. Nee. Om te wachten. Ja, is handig toch? Bijhouden. Is toch handig dit? Oh, wow. Nou, oma ook even doorrijden zo. Lijkt me handig. Doepie. Zaterdag mijn bril. Fijn. Dat is lekker. Wil je nog wat vla? Nog wat vla? Straks. Het is een beetje moeilijk. Is een klein beetje moeilijk. Hoezo? Ja, vertel. Ze zijn hier aan het remmen. Oh, remmen. Ja, maar dat is toch handig remmen? Kijk. Linksaan zijn en links. Ja. Precies dat. Moet je ook lekker doen. En toen had ik een haar op mijn hand. Lekker, heb ik. Ja, lekker. Verkeerde dosering. Als ik Roderick een beetje ken, dit wordt een heel scherp bochie. Wat sticky idee. Ja, dat bedoel ik. Dit wordt een heel scherp bochie. Nou, dit valt nog mee. Het kan nog erger bij jou. Normale bocht. Dus daar druk een beetje, joh. Hoe doen we dat? Is dat daar en dat druk? Heel klein beetje maar, hoor. Beetje, beetje. Heel klein beetje druk. Maar wat was dit? Een fijne winkel aan de solo hier, hè? Een beetje laag. Wat? Hij? Ja, solo. Ja, solo, ja. Zo een low. Laagzagen. De waar? Laagzagen. Oh, Amsterdam. Volg de A12. Utrecht. Nee, ik wil niet Amsterdam. Ik hou die A12 niet van. Niet? Nee. Jammer. Die zit nu op de A4. Ja. Het is handig toch om op de A4 zitten? Ja, zeker. Ja, zeker, ja, het hypotheek. Dag opa. Ja. Kan allemaal. Hé, schat. Wacht. Moet ik hem even schoonmaken? Ja. Oké, dan niet. Dan niet, ja. Zo, moest kijken en wat een file hier al staat. Ik kan mijn kunststof niet uit doen. De wat? Ik kan mijn kunststof niet uit doen, dan kan je ook iets hoger. Nou, ik bedoel je. Ik heb zelf geen kunststof. Nou, ik bedoel je bril. Ja, maar dat maakt niet uit. Dat is toch niet. Je bril is wel maken, maar wel. Ja, want hij is vies. Ieuw. Dat zou jij altijd zeggen. Ieuw. Ja. Hij is vies. Niet meer. Zaggerij. Niet meer nodig. Zaggerij.
Dat is niet meer nodig, sorry. Nee, het is niet meer nodig. Nee. Hij back. Scheelt je. Hij back. Hij werkt alleen. Hij back. Waarom? Hij cleant je. Schoonsnelheid is dus lager. Dat is veiliger. Oh, waar gaat het over? Helemaal niks. Je hebt vies had. Je hebt schoon had. Je zit bad geweest. Hè? Ja, toen was het oranje, jongens. Toen ja, dus daarom zeg ik, ga 20 rijden, want nu is het licht rood. Moet je hier 40 gaan rijden met deze snelheid dan hier hard in de remmen staan? Dan ben je veel te laat. Dus ik zou zeggen, rij op de ad schoon snelheid. Ja. Veel beter. Wat schoon snelheid. Ja. Wauw. Nou, ken je die benaming nog niet? Schrijf het sowieso hieronder. Ja. Bijten en ontbijten. Als iemand gebeten hebt, moet je daarna ontbijten. Hoe kan dat dan? Vertel. Nou, dat gaan we ook weer fijn handen. Ja. Net als het Engelse woord. Twee Engelse woorden. Ja. Flammable en inflammable. Ja, wat is dat? Exact hetzelfde betekenis. Ontbrandbaar. Iets brandbaar, maar onbrandbaar. Richt die maar zo naar dicht, 1 juni. Het kan branden, maar goed, flammable. Dus het kan ontvlammen. Maar inflammable betekent precies hetzelfde, ook ontvlambaar. Ja. Dus dat is heel erg. We hebben ook nog een oxymoron. Dat is oorverdovende stilte. Hoe wil je dat? Ja, dat weet ik ook niet. Vertel mij dat maar eens. De stilte is zo stil dat het oorverdovend stil is. Dat hoor je niet, want het is oorverdovend. Maar dat kan niet, want het is stil. Ja. En jouw achterlicht doet het niet. Ja, zo, je remmen wel. Ook nog de paradox. Dat is ook een leuke. We hebben een stadje. Oma, met je Fiat. Een stad. Ja, een stad, ja. En daar hebben we een barbier. Ja, een kapper, ja. Ja, maar in dit geval een barbier, dat is een man die de baarden scheert van mannen die zichzelf niet scheren. Ja. Dus er zijn altijd mannen in de stad die scheren zichzelf. Ja. En altijd mannen die scheren zichzelf niet. Dus die gaan naar de barbier. Ja. En de barbier scheert alleen mannen die zichzelf niet scheren. Ja. Maar wie scheert de barbier? Ja, geen idee. Als hij zichzelf scheert, dat mag niet, want hij mag alleen andere mannen scheren. Dus hij scheert zichzelf niet. Maar dan moet hij naar de barbier toe gaan, naar zichzelf, omdat hij geschoren wordt, maar dat kan niet. Dus dat is een paradox. Okay, wie scheert de barbier? Ja. Mag alleen mannen scheren die zichzelf niet scheren. Maar je kent ook hier erin. Plaats. Ja, daar. Jezus. Zo, kijk daar. Hier weer tussendoor naar rechts. Ja, precies dat. Doei. Jezus, ik schrik me ervan. Waarom? Niet nodig. Rampentampen, nog wat. Rampenstampen, rampenvlampen. Ja, en hoe zei ik dat gisteren ook weer? Iets in die trant was het. Geen idee. Ik moet dat even terugzien in mijn video. Die moet in ieder geval even van mijn telefoon afhalen. Ja, niet permanent, want anders is het niet leuk meer.
Dit is wel leuk. Bla 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 bla. Die trant zegt hij ook nog. En maak eens een vuist voor de kijkers. Ja, dat heb ik al een keer gedaan. Ja, een bal die vuist nou is. Heb ik ook al een keer gedaan. Mijn vuist. En waar blijft mijn vuist als ik mijn hand open doe? Dat blijft nog even. Weet jij het? Oh jee. Ja, als je weer dicht doet en dan heb jij je vuist weer. Als ik hem dicht doe, zo is hij dicht, maar dit is mijn vuist. Ja. Dit niet. Dit ook niet. Ik vind alles prima. Jongens, dan gaat het toe. 1 is 2. Ja. Altijd het hart slachten om je eigen grapjes. Dat is leuk. Toch? Ja. Oh, dan hadden we beter daar naartoe kunnen gaan. Maar oké, jammer dan. Prima, dat vind ik helemaal goed. Prima. Ja, ach. Ja, vertel wat op. Vertel. Ja, als je klachten hebt, moet je thuis blijven. Couriers focus. Maar ja, dan moet je ook laten testen. Maar dan mag je dus niet thuis blijven. Dus dat snap ik dan ook weer niet. Nee, joh. Adops. Het is allemaal zo krom als het maar niet wezen kan, schat. Ja, echt waar. Dat dacht ik al. Kijk, ik heb me toen ook laten testen, maar ik ga niet binnen blijven. Dag, flik het erop. Doei. Dat is niet handig. Nee. Ik moet toch mijn honden uitlaten, denk ik. Kijk, als ik dan nou gewoon niet naar Jenny toe ga, of wat dan ook. Ja. Ben ik heel makkelijker. Wat? Traanoog? Ja, een beetje vochtig. Ja, nou dat kan. Ik heb ook last van hooikoorts. Ik heb klachten over hooikoorts. Moet je dan ook thuis blijven? Vast wel. Ik ga doorgaan met je Toyota Prius. Ik vind hem niet eens een mooie auto. Nee, niet. Moet jij erin rijden dan? Nee. Dan geef mij maar die auto van de... Dan geef mij maar die auto van even Piet. Piet hier. Ja. En op dakkerpiet. Dakkerpiet. Het kan ook zijn dat je een ontstoken oog hebt, hè? Dat kan ook. Die heb je ook al een keer gehad. Fijn, dankjewel voor deze opbeurende woorden. Ja. Goed hè, voor mij, hè? Helemaal. En wat ben ik toch wel lief, hè, voor je, hè? Soms wel. Soms, wauw. Niet altijd. Nee, maar dat ben jij ook niet. Dat geeft. Nee, ik ben wel lief voor mezelf. Nee, maar voor mij niet altijd. Dat geeft niet. Ah, geef niet. Nee, dat geeft niet. Wauw. Daar heb ik namelijk geen last van. Niet? Nee. En waar heb je wel last van dan? Maar van jou? Ja, maar ik ook nu van jou. Als jij onlief bent tegen mij. Ja, en net zoals nu zeker. Ik sla je even. Als je nou eens niet onlief bent tegen mij. Nou, maar lief. Ik ben altijd lief. Oh ja! Oeh! Ik stiek nou een schakel op. Dat is toch lekker? Zet dan maar eens een drie. Even wat. Alsjeblieft. Naar 4. Naar 5. En nu de R van Rezen. Ja, maar de koekoe! God voor de gloeiende! Ah! Dat moet je niet in de drie zetten. Ja, sorry! Godverdomme! Sorry voor mijn woorden, maar. Ik heb ook weer. Deze gaat etteren nu. Ja, maar, dus dan zie ik het niet meer. Ja, ik zie het ook niet meer. Ik zie het ook niet meer. Dan zijn we allemaal, allemaal blind aan het worden, zeker. Wat zeg je? Ik hoor je niet. Hij bek. Ja. Jij, Jan? Een beetje dood. Ja, maar ik zal even zo meteen aan jou laten zien en waar mijn locaties zijn als ik dus wel mij wil gaan in laten enten. Waar jouw locaties zijn? Ja, waar ik dus naartoe zou mogen kunnen. Mogen kunnen. Ja, en wat het, okay. het,
in het RIVM eigenlijk zou gaan zeggen. Ze zouden gaan zeggen, mocht jij willen dat de inenter geweest worden, dan zijn dat de locaties waar je naartoe moet. Bereik in de weg. Dan mag je ook weer naar huis natuurlijk, dat is ook een locatie. Ja. Maar als je ingewend bent, mag je door heel Nederland heen. Als je door ingewend bent, mag je door heel Nederland heen zonder reispaspoort. Nog eens alle locaties in Nederland naartoe. Als je ingewend bent. Ja, maar ik bedoel, en ze selecteren dus 3 locaties waar ik naartoe mag om te enten. Ja. Dat is Leiden-Dorp, Rijswijk ergens en nog een plek. Zuid-Groningen. Nou, nee. Nee, mag niet naartoe. Nou, ik hou van boerenlucht, maar dit steekt echt alles. De lucht, ja. Ja, precies dat. Ja. Ja, we zijn lekker bezig met tegeltjes plakken. Dit zijn de 4. Dus als je kijkt, mooi, heb ik er 1 hier, dat is mooi. Tegeltjes plakken van de Jumbo. Ik er eventjes speeksel aan hun geven. Dat is toch handig. Dus daar gaan we even lekker mee doen. Ik zit nu op kaart 6, pagina 15. Ja, ik zou nog even terugkomen op het gevalletje van gisteren. Dat we dus als getuige werden gevraagd. Want mijn buurman die moest zich namelijk melden bij de politie. Heeft hij ook maandagochtend netjes gedaan. En hij had dus een hele mooie auto. Nou ja, die mochten we dus ook vaak wel eens lenen. Hebben we ook mogen lenen een paar keer. En die is dus op 4 maart in beslag genomen. En nou ja. Hij koopt dus dingen via een website, eBay. Nou, en daar koopt wel eens meer mensen wat. Maar de spullen wat hij dus heeft gekocht, blijkt dus gestolen te zijn. Nou, daar wist hij dus niks van af, maar hij heeft wel overal bonnetjes van. En die moet hij dus nu overhandigen. En als hij die overhandigt, nou, dan is het gewoon klaar. Dan is het zaak afgedaan. Dus, en hij is dus nu weer vrij. Hij is nu net op bezoek geweest bij mij. Bij ons, bij Ro, bij mij. Ja, Ro die moet morgen een coronatest doen. Want zijn collega die was positief. Ja. Dus ja, Ja. Ro die heeft heel veel last ook van hooikoorts. Dus we gaan het meemaken, we gaan het zien. En ik ga gewoon morgen mee. Punt, klaar, uit. Want Ro met medische dingen vindt hij helemaal niks. Dus ja, we gaan het meemaken. Dus ja, we gaan het gewoon zien. En dan laat ik het jullie ook wel weer weten. Ja, toch? Niet dan? Ja. Ja, mijn laatste rondje met Lady. Ro is even met de 2 zusjes. Maar ik zou nog even terugkomen op het gevalletje van gisteren. Dat we dus ondervraagd zijn als getuigen van mijn buurman. Mijn buurman, dat is voor mijn gevoel een soort van grote broer. Want ik heb nu zelf ook wel een broer, maar daar heb ik helemaal geen contact mee. Helaas, spinnikaas. Mijn broer die gamet heel veel. Dat is dus Euro Truck Simulator. Deed ik ook. Dat wil ik ook wel weer gaan oppakken. Maar ja, dus maakt even niet uit. Maar ja, we zijn dus gisteren ondervraagd als getuige, wat ik net al zei. En we hebben gewoon gezegd wat we wisten. Nou, dat hebben we hem ook nu net gezegd, want hij is alweer vrij. Want hij heeft dus spullen gekocht via een website. Maar zijn spullen voor de auto bleek dus een paar gestolen te zijn. Nou, daar wist hij dus niks van. En hij heeft daar gewoon overal netjes bonnetjes van. Die bonnetjes moet hij eventjes overhandigen en dan is de zaak gewoon afgedaan. Dus ja, ja, al goed, al goed. Ja, weet ik veel hoe dat moet. Eind goed, al goed. Ja, dat is hem. Dus ik ga eventjes nog even lekker mijn rondje met Lady even maken. En dan misschien zien jullie zo meteen nog Lady ook nog even. Misschien nog Ro ook, want ik weet niet hoe Ro aan het lopen is. Nee, want ik ben eventjes de andere kant aan het lopen. Lieve schat, dankjewel. Dus ja, dus dat. Ja, doe maar. Goed zo, keurig. Nu even op slot schat kijken. Goed zo. Kom. Keurig.
Ja, jullie zien het goed. Toen had ik Beauty ook bij me. Ja. Omdat ik Ro belde, toen zat Lovely vast. Helemaal in de struiken. Met haar haken aan een plant. Helemaal, ik weet niet hoe. Maar... Dus ik heb haar even meegenomen. En dan kan ik haar met haar gelijk even trainen. Kom eens hier. Voor, kom. Beauty mee. Beauty mee. Voor. Goed zo. Voor. Goed zo. Meelopen, keurig. Goed zo. Ga je mee? Kom, mee. Kom. Beauty voor. Goed zo. Mee, mee. Kom, 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 kom. En doorlopen. Ja, 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 ja. Goed zo. Gaat ze lekker in, die, in het hoge gras. Ga mee. Kom. Beauty. Kom. Kom, kom. Voor. Ja, goed zo. Keurig meisje. Doei. Deze kant, schat. Kom maar, ga mee. Beauty, kom. Ja, lief allemaal. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze vlog. Zo ja. Vergeet dan niet te abonneren. Laat een leuke reactie achter. En dan zie ik jullie graag morgen weer bij een gloednieuwe vlog. Dus doedels en tot morgen. Doei.